Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar les 12 van Tom Drijver Bridge. Leer Bridge in 12 lessen. Dus dit is de laatste les van deze eerste serie. Na deze les kun je natuurlijk weer extra's gaan bekijken. Want ik heb ook bij deze les weer veel extra's over de openingen op 2 niveau. In deze les gaan we alle openingen eigenlijk op 2 niveau zoveel mogelijk bespreken. En in de extra's ga ik het weer uitdiepen per bieding. En ook nog wat preemptieve biedingen. Maar wat het is, komt later. En wat er na deze les komt, hoor je ook aan het einde van deze les. Dus we houden het nog een beetje spannend. Nou, laten we gewoon eens kijken. Openingen op 2 niveau. Hoog in de boom. Eerst nog even iets anders. De sansbiedingen. Een sansverdeling is een 4-3-3-3, een 4-4-3-2 of een 5-3-3-2 verdeling. En op het moment dat we 12 tot 14 punten hebben, dan open je 1 ruiten. Stel je voor je partner biedt en harten. Dan bied je 1 sanse toe. Daarmee geef je aan dat je 12 tot 14 punten hebt. Met 15 tot 17 open je 1 sanse toe. Met 18 of 19 open je 1 in een kleur. Je partner biedt iets en je jumpt in sanse toe. 1 harten kun je ook 1 sans bieden, maar je doet er eentje extra. Je doet 2 sanse toe, omdat je 18 of 19 punten hebt. En met 20 tot 22 punten, hier komen we meteen bij de eerste 2 openingen die ik wil laten zien. 2 sansen toe. Kijk, met deze hand zie je dat je te veel punten hebt om 1 ruiter te openen. En dat betekent dat je 2 sansen toe opent. Met 2 sansen toe geef je aan dat je een verdeelde hand hebt. En je hebt 20 tot 22 punten. Nou, als we nou eens even verder gaan. Dan ga je kijken dat je partner heeft geopend. Mijn partner heeft geopend in Noord met 2 sansen toe. Je hebt zelf maar 5 punten, eigenlijk heel erg weinig. Maar, omdat jouw partner 2 sansen heeft geopend met 20 tot 22 punten, is het wel lekker. Want dat betekent dat je gewoon manchpunten hebt en je gaat naar de manch. Het bod wat je gaat doen, is 3 klaveren, steeman. Jij weet al dat je naar de manch wilt, maar je weet nog niet of dat de speelsoort goed is. Dit is een beetje hetzelfde als naar 1 sanse toe, maar het is 1 bordje hoger. 1 sanse toe is 15 tot 17, 2 sanse toe is 20 tot 22. Dus alle punten die schuiven eigenlijk 5 punten op. Met 5 punten kun je makkelijk de manche bieden. 3 klaver vraagt nog even van welke hoge kleur heb je? En als het antwoord 3 ruiten is, ik heb hem niet, bied je 3 sanse toe. Als het is 3 harten, bied je ook 3 sanse toe. En als je partner 3 schoppen biedt, dan heb je prijs. Dan zeg je, we hebben de schoppenfit gevonden en dan bied je 4 schoppen. Wat gaan we hiermee bieden? Eerst kijken of we manchpunten hebben. 8 punten. Ja hoor, ten opzichte van 2 sansopening, zeker de manch. We hebben heel veel punten samen. En wat zouden we hier moeten bieden? Ja, een beetje net hetzelfde als 1 sans, alleen een niveautje hoger. We willen sans of schoppen spelen. Dus hier bieden we 3 harten. Zo met Jacobi transfer. Dus partner die biedt de kleur erboven. Dus die moet hierop 3 schoppen bieden. Nou, ik heb hier even een overzichtje gemaakt. Op het moment dat je 2 sansen toe opent met 20 tot 22 punten. Met 0 tot 3 punten zeg je pas. Met 4 of meer punten zonder 4 kaart of 5 kaart hoog bied je 3 sansen toe. Ga je gewoon de manche bieden. Met een 4 kaart hoog en 0 tot 3 punten zeg je pas. En met 4 of meer punten zeg je 3 klaver. Daarmee vraag je naar de 4 kaart hoog. En met een 5 kaart hoog bied je met ruiten harten en met harten schoppen. Dit is weer om de sansopenaar te laten spelen. Dat is hier eigenlijk nog belangrijker, want er zit hier nog een groter verschil in het puntenaantal. Je wil echt die punten van die 2 sansopenaar wil je beschermen, die wil je niet laten zien. Nou, de bieding gaat natuurlijk nog verder. Na 3 klaveren kun je 3 ruiten bieden, geen 4 kaart harten of schoppen. 3 harten, 4 kaart harten, misschien een 4 kaart schoppen nog erbij. En 4 schoppen, of 3 schoppen, bied je met een 4 kaart schoppen zonder 4 kaart harten. Dit is echt hetzelfde als na 1 sansen toe, maar alles 1 niveautje hoger. En ook dit, het is eigenlijk weer dat blind vertrouwen. Verplicht 3 harten en verplicht 3 schoppen bieden. Als je maat 3 ruiten of 3 harten biedt, dat is een transfer, een Jacobi transfer. Nou, dat was de 2 sansen opening. Hier komen we nu bij de 2 klaver opening. Nou, en weet inderdaad dat ik daar nog een extra filmpje van heb opgenomen. Hè? Dus we gaan relatief snel. Ik heb nog een extra filmpje opgenomen met meer voorbeelden.
Twee klaveropening. Nou, hier gaan we eens even kijken wat voor kaart we hebben. Ja, is een manche mogelijk? Partner heeft voorgepast. Tuurlijk. Ga kijken hoeveel punten we hebben. 7 en 7 is 14. 15, 16, 17, 18, 22 punten. Hier kunnen we geen sans meer bieden, want ik heb een singleton. 1 in een kleur. We kunnen ook geen 1 schop openen. Want dat is maximaal 19 punten. Dan bieden we 2 klaveren. En 2 klaver betekent, ik heb 20 punten of meer met een 1 of 2 kleurenspel. Eigenlijk sluit het aan op de 1 openingen. Want de 1 openingen zijn 12 tot 19 punten. En 2 klaveren open je met 20 punten of meer. Dus als je een hele sterke kaart hebt, komt niet heel vaak voor. Maar het is wel belangrijk om af te spreken. En hier ook meteen weer, nooit stoppen na 2 klaver. Het is een alertje. Het is alleen maar om aan te geven aan je partner. Partner, ik ben supersterk. Wat zouden we met deze hand moeten openen? 23 punten. Ja, dat is ook weer moeilijk, want 2 sans hebben we afgesproken, is 20 tot 22. Dus daar ben je te sterk voor. Dus ook hier open je 2 klaver mee. Dus 2 klaver betekent, ik heb 23 punten of meer in een sansverdeling. Dus 2 sans ging tot en met 22 punten. Daarom is een sansverdeling in 2 klaver van 23 punten of meer. En als je geen sansverdeling hebt, gaat een 1 opening van 12 tot 19. En de 2 klaveropening, 20 punten of meer. Maar je moet natuurlijk ook wel antwoorden. De bieding gaat verder. Hiermee stopt het niet. 2 klaver. Is de manche mogelijk? Ja, het zou kunnen. Want 2 klaver is onbeperkt sterk. Het zou superkaart kunnen zijn. Nou, hier spreken we af. Hier bieden we 2 ruiten. Maar wat betekent 2 ruiten? 2 ruiten betekent, partner, ik heb 0 tot 7 punten. En vertel maar wat je hebt. Dus geef maar aan wat je hebt. Nou, hier gaat het beste antwoorden. Oost heeft 0 tot 7 punten. Westie biedt 2 schoppen. 2 klaveren, 2 ruiten, 2 schoppen. Dat is een sterk spel in schoppen met 8 of 9 slagen. En Oost, die zegt pas, je hebt alles eraan gedaan, maar die heeft eigenlijk 0 slagen voor zijn partner. Dus ook al geeft partner 8 of 9 slagen aan, de bieding is klaar. Wat belooft Oost hier? Nou, Oost belooft hier 0 tot 7 punten. En wat gaat West nou bieden? 2 sansen toe. Want 2 sansen toe betekent, ik heb 23 tot 24 punten met een sansverdeling. Dus als je 2 sans opent, heb je 20 tot 22. Bied je 2 klaveren waarop je partner 2 ruiten biedt. En dan 2 sans, heb je 23, 24. En Oost, die biedt Jacoby. Want ook na dit bod geldt Steeman en Jacoby. Want nu is het eigenlijk zo dat West gewoon een sanskaart heeft aangegeven. Alleen hij geeft gewoon wat meer punten aan. Dus ook hier, na deze sans, is Steeman en Jacoby. Ik heb even een overzichtje gemaakt van de antwoorden op 2 klaver. Nou, meestal biedt partner 2 ruiten. Want West is heel erg sterk. Dus de kans is heel groot dat je partner weinig punten heeft. Maar het komt ook wel eens voor dat je partner wel een sterke kaart heeft. Nou, dan spreken we het volgende af. Ik zal dit even door. Eigenlijk wil ik afspreken dat je 2 sans biedt je met 8 of meer punten. En je hebt geen eigen kleur om te bieden. En 2 harten, 2 schoppen, 3 klaver of 3 ruiten. Dus dan bied je je eigen kleur. Heb je een 5 kaart of meer in die kleur en 8 of meer punten. Maar meestal bied je dus 2 ruiten. Maar mocht je ineens meer dan 8 punten hebben, 8 punten of meer, bied je dus 2 sans zonder eigen kleur en je kleur met wel een eigen kleur. Nou, dat waren eigenlijk een beetje de sterke openingen. 2 klaveren en 2 sans ertoe. Nu komt de zwakke opening. De zwakke opening noemen we de zwakke 2. Want je zult misschien ook denken, joh, Tom, 1 schoppen is 12 tot 19. Waarom doen we niet 2 schoppen met 20 punten of meer? Dat lijkt ook logisch. Maar dat hebben we gedaan om de tegenpartij eigenlijk te storen. Gaan wij bewaren bij deze bieding om zwak te openen. Passen of openen. 3, 4, 5, 8 punten. Je hebt te weinig punten om te openen. Maar je kan wel een zwakke 2 openen. Hier kan je 2 harten mee bieden.
Wij spreken af dat twee ruiten, twee harten of twee schoppen een goede zeskaart is met 6 tot 10 punten. Dus met deze kaart zou je dan kunnen openen of zou je dan kunnen passen. Je kunt hiermee openen, je kunt hier twee schoppen mee openen, dat is de zwakke twee opening. Ja, en het idee is eigenlijk inderdaad het bieden van de tegenpartij moeilijk maken. Hier kun je ook een vergelijk trekken met de extra les die ik heb opgenomen bij het volgbod. Dit heeft ook een beetje dezelfde soort kaart als het jump volgbod. Als hier bijvoorbeeld, stel je voor, we openen geen twee schoppen, maar Oost heeft één harte geopend. Dan zouden we ook twee schoppen volgen. Dan is het een zwakke jump volgbod. Maar nu is het een zwakke jump opening. Nou ja, down kan ook altijd. Hier geef ik nog een voorbeeldje van als het down gaat. Dat is ook niet zo erg, hè? Want als je down gaat, kan het best zijn dat de tegenpartij wat maakt, want wij hebben een zwakke kaart. Dus twee harten plus één voor Noord-Zuid zou 140 zijn. En wij zouden bijvoorbeeld twee down gaan voor min 100. Dit is maar een voorbeeldje, maar dit is maar meer om aan te geven van, je kunt best wel eens iets bieden waarbij je nog niet zeker weet dat je het gaat halen. Kwetsbaar moet je extra voorzichtig zijn, want kwetsbaar zou min 2 niet min 100 zijn, maar min 200. Maar zorg ervoor dat je gewoon een goede zeskaart hebt en 6 tot 10 punten. Dit is even een valstrik. Want we gaan ruiten, harten en schoppen kunnen we op 2 niveau openen. Om zwak aan te geven, maar deze niet, hè, want 2 klaver was super sterk. Dus hiermee moet je passen. Je mag geen 2 klaver openen, want 2 klaver belooft. 20 punten of meer met een 1 of 2 kleurenspel. En 23 punten of meer met een sansverdeling. Nou, ook hier hebben we weer antwoorden op. 2 ruiten, 2 harten stoppen, dat is eigenlijk veel simpeler. Hiermee zeg ik gewoon van, nou, hier pas je mee of je gaat steunen als je manskansen ziet. Het is natuurlijk logisch op het moment dat je partner 2 harten opent. En je partner belooft 6 tot 10 punten. En je hebt harters mee. En je hebt 17 punten. Of 18 punten. Of 19 punten. En een mooie kaart, dan kun je natuurlijk makkelijk 3 of 4 harten bieden. Met 19 punten zul je altijd al 4 harten bieden. En je kunt bijvoorbeeld denken dat je met 16 punten, dat je twijfelt. Dat je misschien met 3 harten aan partner kan vragen. Joh partner, ben je nog een beetje maximaal voor je opening? Of heb je niks meer te vertellen? Nou, ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor het kijken. Ik hoop dat we hiermee echt een hele solide basis hebben gelegd voor het genieten van het mooie bridgespel. Ik heb hier een plaatje van Stepbridge erbij gezet. Zelf speel ik en geef ik ook veel les op Stepbridge. Hele fijne site. Je hebt daar ook een beginnersclub, speciale beginnersclub, een speciale jeugdclub, waarmee je heel ontspannen, zou zeggen, de eerste dingen, de eerste stappen kunt maken op online bridge. Nou, hier zijn ook weer extra opties bij gedaan. De 2 openingen heb ik uitgediept. Ik ging best wel snel over de 2 klaven en 2 sans opening. Liep ik best wel snel overheen als het ware. Best wel snel doorheen. Dus ik heb daar ook echt nog weer veel voorbeelden bij gemaakt. Waarbij je echt verschillende soorten handen kunt bieden. Ik zeg ook veel plezier bij op het moment dat je een stapje verder gaat naar ruiten. Daar zijn lessen gemaakt voor als je toch wel iets meer ervaring hebt. Maar ook op het moment dat je zegt van ja, ik wil gewoon hier meer informatie hebben. Er zijn genoeg filmpjes te vinden, ook op het klaveren deel. Dus ik zeg veel plezier en hartstikke bedankt voor het kijken.